Veel mensen hebben tegenwoordig een website, om wat voor reden dan ook. En er zijn ook genoeg programma's, zeker ook online, waarmee je die kunt maken. Zoals Duda. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld kleine bedrijven en zzp'ers. Niet gratis, maar wel met een 30 dagen uitprobeertijd. Hoe je met Duda kunt werken zie je in een aantal how-to's. Ik ben gesurfd naar duda.co Duda is dus niet gratis. Via Plans zie je de mogelijkheden. Je begint met je website door op deze knop te klikken. Daarna kies je een template. Als je door de voorbeelden scrolt, verdwijnt de linkerzijbalk. Via het pijltje breng je deze weer in beeld. Je kunt hier naar een categorie gaan. Of je kiest voor Blank. Hierin staan geen voorbeeldafbeeldingen en teksten. Je kunt een preview bekijken. Door bovenaan te klikken zie je hoe de gekozen template er op andere apparaten uitziet. Ik kies voor deze blanco sjabloon. Als je een keuze maakt, moet je vervolgens een account maken. Ook hier moet je een keuze maken. Je krijgt dan toegang tot een 30 dagen free trial. Ik heb al eerder een account gemaakt, dus daar log ik mee in. Ik ga een website maken over het riskspel. Eerst vul ik een slogan in. En een toelichting. Elke tekst kun je natuurlijk opmaken. Zorg ervoor dat de tekst is geselecteerd. De tekst op de knop kun je wijzigen door erop te dubbelklikken. Hier kun je het ontwerp van de knop wijzigen. Je ziet aan de linkerkant dat je in een rij werkt. Via de plus onderaan maak je er eventueel een sectie binnen een rij bij. In de header zie je dat er kolommen worden gebruikt. Die kun je eenvoudig verwijderen. Via de rechtermuisknop kun je een kolom toevoegen. Als je met de rechtermuisknop in de rij klikt, heb je meer mogelijkheden. Je kunt hier bijvoorbeeld de padding wissen. Dat is de ruimte boven en onder de rij. Als je dat doet, zie je dat de andere rijen in beeld komen. In dit geval is dat niet de bedoeling, dus ik maak de actie ongedaan. In de volgende houtoe gaan we verder met de opmaak en voegen we onder andere pagina's toe. Tot zover deze eerste houtoe.